Justin Mathieu, morgen tegen SCOS. Dat is een oude bekende van jou, hè? Ja, dat klopt. Ik heb er 2 jaar gespeeld en een mooie tijd gehad. 1 goed seizoen en 1 wat minder seizoen, maar wel persoonlijk een goed seizoen gedraaid vorig jaar. En dus nu bij Cambuur, dus voor mij een mooie wedstrijd morgen. Zijn er nog veel oud bekenden daarbij, Els, van jou? Ja, er zijn nog wel denk ik een stuk of 6-7 spelers die zijn gebleven. Er zijn er ook heel veel vertrokken. Maar er zijn ook nieuwe jongens gekomen die ik natuurlijk ook ken uit mijn verleden. Maar dat is nog steeds een bekende groep en er zullen morgen veel jongens spelen die ik vorig jaar nog mee heb gemaakt. Ja, en dan moet jij ze gaan doldraaien. Is dat iets wat je vorig jaar vaak lukt op de training daar? Ja, we hebben natuurlijk wel dolletjes en zo met die jongens gehad. En natuurlijk doe je gewoon je best op de training. En ik was nu gewoon toe aan een nieuwe stap. En sommige jongens misschien ook wel daar. Dus morgen kom ik ze weer tegen. Ja, en de laatste wedstrijd tussen Cambuur en Os, die staat jou denk ik ook nog helder bij de geest. Ja, zeker. We hadden thuis 2-7 verloren van Cambuur. We waren duidelijk de mindere ploeg. Dus ik hoop dat het morgen weer zo is in ons voordeel. Je maakte toen nog wel een doelpuntje. Ben je misschien daarop ook gescout door Cambuur? Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat het gewoon op het hele seizoen af is. Ik heb gewoon een goed seizoen gedraaid en dat ik daarop ben gescout. Dus we moeten morgen gewoon ons ding doen. En het enige wat telt is 3 punten morgen, denk ik. Je zit hier nu een paar maanden bij Cambuur, maar je lijkt nog een beetje zoekende naar vorm, hè? Ja, dat klopt. Ik wissel wat goede wedstrijden met wat mindere wedstrijden af. Natuurlijk is het, wat ik zeg, even wennen. Maar ik zit hier nu een aantal maanden. En nu moet ik uit gaan buiten in doelpunten en rendement natuurlijk. En daar ben ik echt naar op zoek. Ja, Os was vorig jaar een tegenstander waar je makkelijk tegen kon scoren. De laatste weken ook weer. Wat dat betreft lijkt vormzoekende spelers Os morgen een ideale tegenstander. Ja, zeker natuurlijk ook. Ze hebben thuis nog niet gewonnen. En ik denk dat morgen wel eens tijd is dat we gaan winnen. Dus iedereen, denk ik, met die supporters weer mee achter ons, moet iedereen gewoon zijn vorm gaan zoeken. En dat we thuis gewoon een goede uitslag neerzetten. Dat we daarop verder kunnen bouwen. Je zegt het net al, nog geen thuisoverwinning. Is dat een dingetje in de groep? Spreken jullie daar veel over? Ja, we spreken natuurlijk wel regelmatig over, want elke keer als je uitwedstrijden speelt gaan er toch 300 supporters mee. En ja, je kan uit punten pakken, maar als je thuis geen punten pakt, dan zit je er eigenlijk ook niet veel mee op. En natuurlijk voor die supporters ook die elke keer meegaan en elke keer zo achter ons steunen, dan die moeten we ook gaan belonen denk ik, en anders gaat het tegen je werken.